Vandaag hebben we het bouwbord onthuld, zoals je ziet, van de centrale onderwijs- en sportvoorzieningen hier in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbig. En dat hebben we gedaan met de kinderen van de school. Er waren kinderen aanwezig van de voetbalclub en van de tennisclub. De school zelf, de directie van de school was aanwezig. Hand in hand, de kinderopvang was aanwezig. Bestuurders van de tennisclub en de voetbalvereniging. De centrale onderwijs- en sportvoorziening hier in Grevenbicht-Obbig, dat levert een hele belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid hier voor de twee kerkdorpen Grevenbicht en Obbig. En we hebben het dan ook niet voor niks genoemd een plek voor ontwikkeling, leefbaarheid en vitaliteit, zoals je dat ook hier op het bouwbord ziet staan. Weer een stap in de droom die we willen gaan verwezenlijken hier in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbig.